Voor sommige van haar abonnees streamt Disney Plus een documentaire waarin tien jonge mensen Paus Franciscus ontmoeten. Amen. Francisco responde is de Spaanse titel. In het Engels klinkt het wat meer geseculariseerd. The Pope answers. De groep jongeren is heel divers: afkomstig uit verschillende continenten, gelovigen en atheïsten, een evangelische christen. Een lid van de katholieke beweging Neocatchumenaat en een moslim. Een uitgetreden zuster. Een man die als kind misbruikt is op een katholieke school. Een non-binair persoon. De 87-jarige kerkvorst ontmoet de wereld zoals die er vandaag uitziet. Heb jij Tinder? vraagt een van de jongeren. En de paus weet niet waarover ze het heeft. Wel is het fijn voor de paus dat hij het gesprek kon aangaan in zijn moedertaal. Iedereen van de groep spreekt Spaans. Voor we ingaan op het concrete gesprek, moeten we benoemen hoe bijzonder het opzet is. De ontmoeting vindt niet plaats in een barokke ontvangstzaal in het Vaticaan, maar in een of ander pakhuis of zo in Rome. Formaliteiten worden opzij gezet. Om duidelijk te maken dat de pauze op bezoek komt bij de jongeren en niet andersom. De beleefdheidsvorm u moet al snel plaatsmaken voor het familiaire jij. Dat neemt niet weg dat de jongeren nerveus zijn. Het is het gekste dat ik ooit gedaan heb, zegt een van de meisjes. Maar ik ben klaar en opgewonden. Het is niet zomaar een gesprek, gaat iemand anders verder. Er hangt veel symboliek rond hem en zoveel betekenis. Hij is een zwaar gewicht. Ook in onze seculiere samenleving heeft het iets mythisch: de paus ontmoeten. En dan gaat het niet over de persoon, maar over zijn functie. Het gaat over de eeuwenoude instelling die hij vertegenwoordigt. Nochtans wekt precies dat weerstand op in onze tijden. Instituties, of ze nu bijvoorbeeld politiek zijn of religieus, ze hebben het moeilijk. We ontmoeten liever een individu met persoonlijke overtuigingen dan een vertegenwoordiger die een gemeenschappelijk standpunt uitdrukt. De spanning tussen de instelling en de persoon die ze vertegenwoordigt vind je bijvoorbeeld in de film Elizabeth, waarin Kate Blanchett. De 16e eeuwse koningin van Engeland speelt. Aan het eind van de film kiest de jonge koningin om als persoon te verdwijnen achter het koninklijk ambt. Ze kniept haar haar, ze verbergt haar gezicht achter een dikke laag make-up en ze verdringt elke vorm van persoonlijke emotionaliteit. Niet sympathiek, tragisch zelfs. Maar wel een nobele daad van zelfopoffering. En achteraf gezien is ze zo een van de meest performante vorsten van Engeland geworden. Of denk aan de TV-serie The West Wing over de entourage van de Amerikaanse president. Als de katholieke president in het verhaal op een bepaald moment in morele nood komt, laat hij zijn oude bichtvader naar Washington komen, de oude man. Die de president als jongen heeft gekend, vraagt hoe hij hem moet aanspreken. Met zijn voornaam of met Mr. President? Ik verkies Mr. President, klinkt het antwoord. En hij verklaart: There are certain decisions I have to make while I'm in this room. Do I send troops into harm's way? Which fatal disease gets the most research money? It's helpful in those situations. Not to think of yourself as the man, but as the office. Het mag een onpopulaire gedachte zijn, het is gewoon nodig dat we instituties hebben die het persoonlijke overstijgen. Dat is zo in de samenleving, dat is zo in de kerk. Jezus spreekt namens God de Vader. De apostelen worden uitgezonden om namens Jezus te spreken. Deze verantwoordelijkheid hebben de apostelen op hun beurt doorgegeven aan de bischoppen. Zij moeten er dus voor zorgen dat er eenheid is tussen heden en verleden. En dat er eenheid is in de ondertussen wereldwijde kerk. De bewaker van die eenheid is de paus. Hij kan dus niet zomaar zijn persoonlijke agenda zitten nastreven. Tegelijkertijd moeten we ervoor zorgen dat het individu niet wordt opgegeten door de instelling. Voor je het weet kom je in een ideologie terecht die mensen opoffert aan een collectief ideaal. Elke paus moet bewegen tussen deze polen. Sommigen kiezen ervoor te verdwijnen achter het ambt. Dat is een vorm van opoffering. Niet ik ben belangrijk, maar wat ik vertegenwoordig. Andere pausen hebben hun persoonlijkheid ingezet om hun doelen te bereiken. Paus Franciscus beweegt zich heel bewust tussen deze twee uitersten. Hij toont wie hij is en verdwijnt niet achter de formaliteiten. Je voelt ook wat zijn prioriteiten zijn en waar hij op botst. En bovenal laat hij mensen de ruimte om eerlijk te zeggen wat hen drijft en raakt, wat hen kwetst ook. Maar tegelijk verwoordde Paus niet slechts wat hij zelf vindt en denkt. Hij spreekt namens het geheel. Hij vertegenwoordigt het collectief van een gemeenschap die al 2000 jaar wegen zoekt om volgeling van Jezus te zijn. Vanwege dit startpunt wordt aan Paus Franciscus vanuit twee kampen kritiek geleverd. Sommigen vinden dat hij te openhartig is, te persoonlijk. En dat hij daardoor het ambt schaadt. Anderen vinden dat hij niet het achterste van zijn tong laat zien en dat hij, ondanks een sympathieke stijl, te veel blijft hangen bij de traditie van de kerk. Amen. Francisco responde is een mooi voorbeeld van deze evenwichtsoefening. De warme persoonlijkheid van de paus, zijn fundamenteel respect tegenover elke mogelijke overtuiging, zijn verknochtheid aan de katholieke traditie, zijn verlangen om de wereldwijde kerkgemeenschap mee te nemen, het komt allemaal naar voren. En bovenal, de moed om in het oog van de camera's de kritische vragen van hedendaagse jongeren te beluisteren en te beantwoorden. Als je zoiets doet vandaag, weet je gewoon dat heel wat moeilijke en zelfs pijnlijke kwesties aan bod zullen komen. Seksueel misbruik en machtsmisbruik in de kerk bijvoorbeeld. Of de rol van de vrouw en de nieuwe gevoeligheid voor gender in onze samenleving. Op bepaalde momenten dacht ik: oh, arme, zo'n gevoelige materie moeten bespreken. In een groepsgesprek terwijl alles gefilmd wordt en eigenlijk geen tijd hebben om de complexiteit ervan bloot te leggen. Dat moet frustrerend zijn, zowel voor de paus als voor de vraagstellers. Maar wat uiteindelijk bovendrijft, is het respect. Hier zijn mensen die benoemen wat hen raakt, wat hen belangrijk lijkt en die bereid zijn dat van elkaar te beluisteren. En het is merkwaardig hoe de paus trouw blijft aan zowel zichzelf als aan zijn functie. Je ervaart zijn persoonlijke betrokkenheid en tegelijkertijd krijg je inzicht in de manier waarop de kerk naar een aantal hete hangijzers kijkt. Een heel sterk moment in de documentaire is het gesprek over abortus. Een katholieke vrouw uit Argentinië vertelt de paus hoe zij botst. Op de harde en zelfs vijandige manier waarop kerkvertegenwoordigers vrouwen behandelen die voor een abortus hebben gekozen. Haar vraag luidt, waarom wil de kerk tussen de vrouw en haar rechten staan? De reactie van de paus situeert zich op twee niveaus. Ten eerste, hoe om te gaan met mensen die voor abortus gekozen hebben? Ten tweede, hoe te kijken naar abortus als gegeven? Op het eerste niveau is zijn antwoord duidelijk. Niemand mag aan de deur worden gezet. De paus zegt, Jezus verwelkomt iedereen. Het maakt niet uit hoe erg je zondigt. De Heer zal je nooit alleen laten. In de katholieke kerk moet dus in alle omstandigheden het volgende principe gelden. In de omgang met anderen is elke christen geroepen om beeld te zijn van Jezus' barmhartige liefde. Dat wil echter niet zeggen dat alles in onze samenleving aanvaardbaar is, laat staan dat alles goed is. Over abortus, zegt de paus: Het probleem van abortus moet wetenschappelijk worden bekeken en met een zekere kilheid. Elk boek over embryologie toont dat één maand na de conceptie het DNA is uitgelijnd en alle organen getekend zijn. Het is dus niet zomaar een stel cellen. Het is een gesystematiseerd mensenleven. Als we spreken over de moraliteit hiervan, luidt de vraag: is het oké okay een mens te doden om een probleem op te lossen? De kerk gaat met andere woorden niet voorbij aan het gegeven dat een ongewenste zwangerschap een enorm probleem kan veroorzaken, in het bijzonder voor de vrouw in kwestie. De kerk stelt wel dat een ongeboren kind wel degelijk menselijk leven is. En de paus benadrukt dat de wetenschappen deze stelling ondersteunen. Is het oké okay een mens te doden om een probleem op te lossen? vraagt de paus. En wie ja antwoordt, Begeeft zich op heel glad ijs. Dat weten we allemaal. Ik ben natuurlijk geen objectieve bron, maar wat deze documentaire toont, is in mijn ogen heel bijzonder. Een oude man, hij zou gemakkelijk de grootvader kunnen zijn van deze jongeren, laat zich publiek bevragen door mensen die hun kritiek niet sparen. En hij blijft helemaal zichzelf. De kwetsbare gelovigen. En de opvolger van Petrus, de persoon en de functie. En aan het eind heeft hij nog de mentale ruimte om zijn gesprekspartners met warme overtuiging op het hart te drukken. Ik dank jullie allemaal. Ieder van jullie heeft de moed gehad om de waarheid te zeggen. En dat vind ik prachtig. Want zo heeft ieder van jullie zijn eigen persoonlijkheid getoond, zijn eigen ervaringen, zijn eigen conflicten zelfs. Want die hebben we allemaal, zoals we ook allemaal onze trauma's en tekorten hebben. Ik heb hier veel aan gehad, zegt de paus. Ik heb veel geleerd van jullie. En ik dank jullie allemaal, zonder uitzondering. Ik durf zelfs te zeggen dat dit de weg is die de kerk moet gaan. We zijn broers en zussen. We zijn één. Ieder vanuit zijn eigen gezichtspunt. Ieder vanuit zijn eigen positie. Zelfs al sta je op een grotere afstand, we zijn broers en zussen. Einde citaat. Wat een bijzonder moment maken wij toch mee in de geschiedenis van de kerk.